Mijn naam is Dim de Remus. Ik ga met de lift naar onder toe. Waarom? Ik heb hier een glaswaar bij me. Voilà. Kijk maar mensen. De glasbak. Nu eerst naar de glasbak. Daarna naar de Carrefour. Om een klein beetje ontbijt gaan te halen. En daarna hier lekker ontbijten. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Nu kan ik nog mee gaan haasten. Ook nog voor naar... Ja, ik heb hier een goede jas aan, zonder mouwkes. Die gaan we even zo laten. Kijk, je mag aankomen niet. Dat is al veel gezegd geweest hoor. Kijk, je mag aankomen niet. Ik moet jullie in de houder plaatsen. Voilà. Dan... Vertrek je maar. Oh nee, mijn lampje is juist aangesprongen om voor gaan te tanken. Ik ga nu ook nog. Ah ja, zelfs heb ik copyright claim. En dat wil ik ook niet. Dan nu nog gauw even mijn gordel aandoen. Hey, ik had hem al ingestoken toen ik begon te piepen. Ah, het is slecht weer vandaag. Slecht weer vandaag. Slecht weer vandaag. Oh, ik heb mijn portefeuille. Ja. Anders erbij wat ik mee wou nemen. Ja, maar het andere gedeelte niet. Fuck you. Dat valt nog in mijn broekzak misschien. Ook al niet. Ah. Oké, okay. Maakt niet uit. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Dit is wel lang geleden hoor, waar ik nu ben aangekomen. Dit is even geleden. Ik ga gewoon een sandwich eten met mijn bezoekers. Die hebben besteld. En nu kom ik voor de bezoekers het ook uithalen. Valessa. En ze vlammen hier toch ook wel soms door. Zo, nog geen minuut hier binnen geweest en ik heb hem al. Hè. Voilà, set de bestelling. Toch snel. Hoho, heel snel. Ja, soms kan het snel gaan, soms kan het niet snel gaan. Maar ik laat nooit mijn notteke liever niet ongesloten. Alleen als er zoveel volk is. Voilà, ja, daar gaan jullie in het houdertje. Opnieuw. Yes, jullie hangen vast. De sleutels. In de contact. Riem aan. En een schone Range Rover die ik hier zie passeren. Ah ja, muziek. Ik haat dat. Dat we daar echt moeten mee opletten, hè? Telkens keer. Niet zomaar muziek uitzenden in onze vlogs. Dat mag dus niet, blijkbaar. Dan krijg je copyright claim. Ja, daar sta ik dus een andere auto. Die dus voorbij, die hierin moet. En ik moest uit, en als ik was uitgereden, was de baaf! Wereld tegen elkaar. En het is niet gebeurd. Hey, 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 ik ben al lang al ongevallen vrij, hè? Jullie weten het, hè? In een giveaway, hè? Ja, 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 na een jaar ongevallen vrij, ga ik in een giveaway doen. Oh.
En ja, maar ik ben daar nog niet heb gezien. Paul, wat een zo'n ding. Die heb ik nog niet gezien op de weg. Nee, die heb ik echt nog niet gezien op de weg. Nee. Zo. Rustig en wel. Nu terug richting mijn appartementje rijden. Alles al wegsteken, want ik ben er al bijna. Ja, dat zijn mijn sigaretten. Terwijl let ik op de baan. Jullie zien het. Ik focus mee vooraan. En het is zo van die laf beer. Centrum, 50 per uur. Kleine vluchtheuveltje, 30 per uur. Ik was aan het twijfelen als aan een flitser was, ja of nee. Dat daar zo'n auto nog met iemand in zat. Ik heb niet echt gezien als er zo'n toeter voor hun wagen zit. Maar tegenwoordig zie je dat zelfs ook al niet meer. Is dat ook al ver met gewerkt. Hè? Dus echt waar mensen, dus zo die anonieme wagens, die worden nog moeilijker en moeilijker op te sporen. Of op te speuren. En ik weet sowieso dat ik het ook vandaag niet al te laat ga maken. Want oh, ik ben echt al stikkapot. Het is 7 uur en al geweest. Dus voetgangers, daar is een voetpad. Nee, wat doen ze? Ze gaan liever op de straat wandelen. Ja. Ach ja. Dat doen ze hier regelmatig. Hier in deze straat. Maar ja, ik ga jullie laten nu. We gaan nu eens lekker eten. Tot straks allemaal. Yo. Hallo kijkers. Er is een einde van een tijdperk weer al aankomen, dus waar ik een streep ga ondertrekken, want ik heb er duizendmaal genoeg van. Ik ga ook sowieso al één tip geven voor de admins die nu nog admin zijn op mijn Discord server. Ik ga ook afscheid nemen van jullie. Maar sommigen hebben mij wel op Messenger en op WhatsApp en al. Dus mij kunnen ze nog altijd bereiken. Maar niet meer via Discord. Ik ga wel nog een nieuwe Discord server aanmaken, opnieuw, jawel. Maar er is een grote maar. Daar gaat alleen een spraakkanaal in komen en een welkomkanaal. En een Games Free kanaal ook, dus dat de bot daar ook kan spammen wanneer dat er ook gratis spelletjes te verkrijgen vallen bij Epic Games, bij Steam, bij Ubisoft, EA Games. Dus dan kun je daar ook nog altijd van genieten. Want ik heb wel al eens gehoord dat er wel regelmatig eens een kliksken op gebeurt op die bot. Voilà. Maar voor de rest gaat er niks meer aanwezig zijn. Dus welke evenementen dat we dan naartoe gaan en al, daar gaan jullie dan binnenkort op www.cyclotv.be allemaal kunnen volgen. En ook op de evenementen en bovenaan bij de Discord. LAN-party organisatoren ook niet bang.
Want ik ga ook daar een aparte kanaal ook voor aanmaken met opkomende lands en einde lands. Dus als er een landparty gedaan is, dat ik die dan verschuif naar het einde lands. Ja, voor de rest. Waarom doe ik dat? Omwille van, er is iets in het ronde aan het gaan van mij. Ik ga het niet helemaal openbaar zeggen wat er juist aan het, in de ronde gaat. Maar de meesten zullen het wel al weten. En als dat hier ook onderaan wordt gepost van, het is dat foto. Je wordt gegarandeerd van mijn YouTube kanaal ook gegooid. Ik ben er echt streng in zijn. En met een hart en steen van maken. Sorry, het moet. Het moet. Want het is ook voor mij te beschermen. Het is ook voor andere personen daarin te beschermen. Ik wil niet dat mijn hobby stopt. Dat wil ik totaal niet. Voilà, dan weten jullie dat. Voor de rest, mijn vlog gebied nog al in elkaar steken. Ik hoop dat jullie er wel al van hebben genoten. Maar ik ga ook sowieso nog één ding doen. Jawel. Ik ga dat eigenlijk bij elke vlog eens doen. Zo één of twee kaartjes trekken van trivia. Ik ga nog eens schuffelen. En er is eentje uitgevallen en die gaan we dan pakken. Oké, oh, daar staat een mooie beer op. Wauw. Oké. En daar staat een vraag in verband met zoiets, hè. Mensen, onthoud dat. Welke Vlaamse stad was vroeger bekend voor de uienteelt en nu voor carnaval? Goh, dat is toch zo gemakkelijk. Welke is de carnavalstad hier in België? Vanaf nu. 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dat was Aalst. Wie redt het beest van de wolven in het woud? Wie redt het beest van de wolven in het woud? Denk aan Bella en een beest. 5, 4, 3, 2, 1. Misschien heb je dat op de achtergrond gehoord. Bellen. Klopt. Dan. Nu moeten jullie... Dat is een klein beetje aardrijkskunde. Welke maand is de allerkortste? 5, 4, 3, 2, 1. Dat is dan natuurlijk februari. Hoeveel euro is het kleinste eurobiljet waard? Ik ga nu niet in jullie portefeuille kijken. Oh ja, welke biljetje was dat? 5, 4, 3, 2, 1. Dat was 5 euro. Waarvan geniet de Afrikaanse slaapmuis evenals een beer en een egel? Waarvan geniet de Afrikaanse slaapmuis evenals een beer en een egel? 5, 4, 3, 2, 1. Winterslaap. Welke gekke kaarten dragen geen kaartsymbool of kleur? Welke gekke kleuren dragen geen kaartsymbool of kleur? Ah, dus dat is zo in een kaartenspel van 52 kaarten. Welke gekke kaarten dragen geen kaartsymbool of kleur? 5, 4, 3, 2, 1. De jokers! Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.